Voorzitter, in welk land is het mogelijk, in welke bananenrepubliek is het mogelijk dat de voorzitter van een politieke partij tevens partner is van een lobbykantoor in Nederland? De Kamer gehoort de beraadslagingen overwegende dat transparantie van cruciaal belang is, overwegende dat belangenverstrengen, netwerkcorruptie of corruptie schadelijk is voor het openbaar bestuur, constateren dat de verstrengeling van lobbyisten en de politiek waar mogelijk openbaar gemaakt dient te worden, constateren dat D66 de machtspartij bij uitstek is als zijnde de leidende partij in de huidige regeringscoalitie en als bestuurspartij in vele provincies en gemeenten, een partij die tevens oververtegenwoordigd is in de rechterlijke macht, de hoge ambtenarij, de media en het onderwijs, constaterende dat D66 de afgelopen maand elke week een burgemeesterspost wist te veroveren, constaterende dat een D66 de leiding heeft over de Raad van State, de Tweede Kamer, VNO, NCW, de Nederlandse Spoorwegen, de KLM, de ANWB, de Consumentenbond, de Nederlandse Vereniging van Banken, Sustainable Development Goals Nederland, de Erasmus Universiteit, Vluchtelingenwerk Nederland, de VPRO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, de Nederlandse Vereniging van Bioscopen, het Centraal Bureau Rijvaardigheid, etc., constateren dat er nauwe banden bestaan tussen D66 en het lobbykantoor Dreugen en Van Drimmelen, sinds kort acterende onder de naam Publion, constateren dat in 2006 D66 in de peilingen op 0 zetel stond en er werd overwogen de partij op te heffen, en dat toen een groep leden de partij overnam en dat deze leden bijna allemaal partner zouden worden van Dreugen en Van Drimmelen, constaterende, ik citeer, omdat Pechtold weinig interesse heeft voor het besturen van de partij, is niet hij, maar penningmeester Frans van Drimmelen diegene die de dagelijkse bestuursaangelegenheden voor zijn rekening neemt, constaterende dat de partijvoorzitter van D66 jarenlang tegelijkertijd partner en senior adviseur was van Dreugen en Van Drimmelen, constaterende dat de directeur van Dreugen Van Drimmelen fractievergaderingen van de Tweede Kamerfractie van D66 bijwoonde, constateren dat Van Drimmelen zich er sterk voor maakt dat D66 ging regeren, wellicht omdat D66 als regeringspartij makkelijker instituties in handen kan krijgen, of zoals hij zelf zegt, leden van partijen die in de regering zitten worden sneller benoemd in bestuursfuncties, zeker als de partij hen een handje helpt. Einde citaat. Constaterende dat dit tevens betekende dat dit lobbykantoor deze ingenomen instituties kan gebruiken voor de klanten van dit lobbykantoor, constaterende, ik citeer, Van Drimmelen vanaf 2016 als talentscout bepleitte dat de partij Sigrid Kaag naar Nederland haalde en dat, zoals de Volkskrant schrijft, hij haar min of meer gelanceerd heeft in de partij. Constaterende dat de Volkskrant schrijft, Van Drimmelen is zeer machtig, jarenlang bepaalt hij mede wie kans maakt op posities als partijvoorzitter, Tweede Kamerlid, etc. En verder nog een aantal zaken voor die ik niet allemaal zal noemen, maar die gewoon in de geschreven versie van deze motie staan. Van mening dat de burgers van Nederland recht hebben te weten hoe beleid tot stand komt. Van mening dat het licht moet winnen van de duisternis. Verzoekt het presidium tot het opzetten van een parlementair onderzoek naar de banden tussen Dreugen en Van Drimmelen, thans Publion. En gaat over tot de orde van de dag. En ik heb ook mooi alle bronnen vermeld. Dus iedereen die eraan twijfelt, die kan het allemaal netjes terugvinden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Bosma. En ik wil u er wel aan herinneren dat alleen alles wat u ook uitgesproken heeft uiteindelijk in de handelingen wordt opgenomen. Dat gezegd, mevrouw Leijten voor een interruptie, SP. Ja, voorzitter. Die parlementaire ondervraging waar de PVV naar vraagt, naar wie is dat precies en met welke onderzoeksopdracht is dat precies? Want ik kan mij voorstellen dat u zegt, ik wil geen banden tussen lobbykantoren en politieke partijen. Dat had de motie kunnen uitspreken. Maar uw motie spreekt uit dat het zwaarste onderzoeksmiddel wordt ingezet. Dan zou ik graag willen weten met welk doel of in ieder geval welk onderzoeksopdracht. Nou, ik dacht dat ik dat had geformuleerd in mijn motie, maar wellicht niet scherp genoeg. Naar de banden tussen D66 en Dreugen en Van Drimmelen, die zijn tamelijk uitgebreid. Die gaan 20 jaar terug. En het vermoeden bestaat dat heel veel beleid is beïnvloed door die zeer hechte banden. Bijvoorbeeld omdat de directeur van het lobbybedrijf mensen selecteerde voor de Kamerfractie of voor de top van die partij. Maar ook mensen selecteerde die actief werden op lokaal niveau. Dus in gemeenteraden of als wethouder of als burgemeester. Dus dat is heel onduidelijk. We weten dat niet, hoe dat precies zit. We weten niet welk beleid er door is veranderd. Ik heb in mijn bijdrage vorige week genoemd de casus Felix hier in Den Haag. Het debat niet opnieuw te doen, heer Bosma. Nee, ja, maar ik wil mevrouw Leijten altijd zo graag helpen. Dat snap ik. Maar zo zijn er dus heel veel onduidelijkheden. Ja. En de onderzoeksvraag zou moeten zijn, wat zijn die banden? En hoe is het beleid van Den Haag, maar ook van lokale overheden, veranderd, beïnvloed door die hechte banden tussen een politieke partij en een lobbykantoor? Dank u wel. Een vervolgvraag tot slot, mevrouw Leijten.
Ja, voorzitter, ik vind het opmerkelijk. Hè? Ik vind dat je altijd moet kunnen weten hoe beleid tot stand komt. Dus daarover geen discussie. Ik had geluisterd naar de motie, nogal lange motie van de heer Bosma. En daar bleef bij mij eigenlijk hangen dat hij de Volkskrant citeerde. Een krant waarvan zijn PVV-fractieleider soms wel eens zegt dat in bepaalde kattenbakken thuis hoort. In alle kattenbakken? Of was dat een andere krant? Maar goed. Uw vraag is. Ja. Ik ken de PVV ook als een partij die altijd zegt... Parlementariërs horen geen onderzoek te doen naar andere parlementariërs of naar andere politieke partijen. En dat vind ik over het algemeen altijd een hele wijze opmerking. Omdat zelfreinigend vermogen, transparantie, hoort ook binnen een partij te geschieden. En hoe kijkt de PVV daar dan tegenaan? Want dan is de volgende parlementaire onderzoek, denk ik wel, naar zijn partij en de besluitvorming en de benoemingspersonen in zijn partij. En moeten wij dan zijn fractievoorzitter of bijvoorbeeld de secretaris van die partij of de heer Bosma zelf gaan horen onder ede namens de Tweede Kamer? Dat lijkt mij toch staatsrechtelijk gezien niet de juiste positie. Volgens mij is uw vraag duidelijk. Ik neem de vergelijking expres met de PVV om het zo scherp mogelijk te maken. Dank u wel. En dan kijk ik ook even naar de heer Bosma, want we kunnen hier natuurlijk ook weer een heel bespiegeling op houden, maar om die bespiegeling toch een beetje te beperken in de tijd. Ja, ik zou er uren over kunnen praten, voorzitter. Dat vermoed ik al, vandaar mevrouw Leijten is van harte welkom om te kijken hoe de besluitvorming in mijn fractie gaat. Die is over het algemeen vrij simpel en overzichtelijk, kan ik u vertellen. De zaak is natuurlijk heel ernstig, want er is gewoon, het voorbeeld wat ik noemde, de voorzitter van D66 was tegelijkertijd ook partner en senior adviseur van een lobbykantoor. Dat was mevrouw van Engelshoven in de tijd. Dus een bedrijf belde naar een lobbykantoor en dan zeg je, ja, ik heb een probleem, er moet beleid veranderd worden, daarom bel je naar een lobbykantoor. Nou, zegt de senior advisor, mevrouw van Engelshoven, ja, is goed en dat kost dan zoveel duizend euro. En op dat moment kun je er dus ook van uitgaan dat die wijziging van beleid die jij wilt, dat het ook meteen een standpuntverandering betekent voor D66. Want je kunt niet met je ene pet op zeggen, ja, inderdaad, ik vind dat het beleid anders moet. En als D66 zegt dat het anders is. Dus dan heb je een ongelofelijke verstrengeling. Dank u wel. Volgens mij, ik geef ik u echt heel kort het woord, maar tegelijkertijd, deze motie komt in stemming. Volgens mij kan dan de Kamer allemaal hun oordeel daarover uitspreken. En als u echt een verduidelijkingsvraag heeft over deze motie, geef ik u nog die gelegenheid. Maar anders zou ik toch dit debat over die motie willen doorverwijzen naar de stemming. Mevrouw Leijten. Voorzitter, als de heer Bosma onderzoek wil doen naar die besluitvorming, of wellicht dat er onderzoek is gedaan naar de besluitvorming rond wat er is gebeurd in Groningen, dan is dat zuiver. Maar de heer Bosma zegt, we moeten onderzoek doen naar één specifieke partij en de banden daar. Me dunkt, zijn er meer partijen die zich nog wel in die rij kunnen scharen. Maar uiteindelijk hoort het parlement geen onderzoek te doen naar partijen in zijn eigen midden. En ik wil dat toch opgemerkt hebben, want ik weet heel goed dat de heer Bosma stokpaardjes heeft. En dat mag, want ieder partij kan stokpaardjes hebben, maar je moet wel zuiver blijven met de voorstellen die je doet aan de Kamer. Want wij gaan straks allemaal stemmen en dit voorstel is niet zuiver genoeg, maar dan gaat de heer Bosma twitteren. Zie je wel, D66 mag niet gecontroleerd worden. Dank u wel. Niet door het parlement, inderdaad. U heeft u punt gemaakt. Kort, de heer Bosma, mocht u nog iets willen zeggen. Ja, daar ben ik mee oneens. Mevrouw Leijten stelt, ja, er zijn andere partijen die in dezelfde rij thuishoren, of hoe ze het ook formuleerde. Er is geen enkel voorbeeld van een politieke partij die zo tot in haar haarvaten met één lobbykantoor verweven is. Ik ga niet uitdagen, maar dat is er niet. Dat is er niet. Er is niet een één-op-één relatie waarbij de directeur van het lobbykantoor aanwezig is bij fractievergaderingen van één politieke partij, waarbij de baas van het lobbykantoor de selectie pleegt van mensen die in de Kamer komen, die zegt, hey, ik weet nog wel iemand die leider moet worden van D66, of die gemeenteraad selecteert. U heeft duidelijk volgens mij gemaakt dat...